In zijn laboratorium denkt denkpiloot Borre samen met zijn denk-denk diep na over grote vragen uit het dagelijkse leven. Met aan hun zijde hulpfilosoof Stine Jensen. Kijk en denk mee met een nieuwe aflevering van Dus ik ben. De denktijd gaat nu in. Ja, ik vond het super leuk om met kinderen te filosoferen. Filosoferen met kinderen is echt een feestje, omdat je zulke eigen en unieke antwoorden krijgt. En zulke frisse gedachtes. Dingen die ik als inmiddels toch al iets groter kind helemaal vergeten ben. En wat het leuk maakt is dat het gewoon alles kan in filosoferen met kinderen. En dat is echt heel bijzonder. Als volwassen weet je heel vaak wat je gaat zeggen. Of heb je er heel lang over nagedacht. Dat doen kinderen ook. Maar er is toch meer ruimte voor spontaniteit. En dat geeft meer originaliteit soms aan hun ideeën. Er zitten allerlei type denkertjes tussen. Dat vind ik heel erg leuk. Dus echt een dwarsdenkertje Laura. En dan heb je degene die zich steeds verwondert. Dus er zijn verschillende rollen, vind ik, voor de kinderen. Dat vind ik heel leuk. Filosoferen met kinderen is eigenlijk echt een soort methode waarbij je heel erg probeert om om de kinderen te laten filosoferen. Ik denk wel dat omdat hier toch verschillende standpunten en verschillende visies worden gegeven, dat kinderen die daarnaar kijken, dat die misschien wel in ieder geval over na gaan denken. Ik vond het erg mooi. Ik ken de volwassenen versie natuurlijk wel en ik vroeg me af hoe dat vertaald zou worden naar deze leeftijdsgroep. En wat ik er erg mooi aan vind is dat het de ideeën komen van de kinderen. Er zit toch genoeg inhoud ook in en er worden verbanden gezocht. Ja, zo werden in deze aflevering werden Rousseau en Foucault werden genoemd, wat toch echt, Foucault is geen makkelijke denker. Dan zou je denken, hoe vertaal je dat naar zo'n leeftijdsgroep? En er werden hele mooie concrete beelden bijgezocht, van de ui en de blanke pit, waar de kinderen dan weer over door konden denken. Dus ze worden wel genoemd, die namen zullen misschien niet blijven hangen, maar daardoor krijgt het wel een bepaalde inhoud. Ik vond het echt een mooie aflevering, heel gevarieerd, ging heel veel kanten op. We moeten heel erg zoeken in de montage naar de balans, van het moet nog goed te volgen zijn, het moet leuk zijn om te volgen en het moet ook ergens over gaan en een ontwikkeling hebben. En ja, bij zo'n eerste programma is dat best wel lastig. En dat is iets, nog niet alle afleveringen zijn gemonteerd. Dus daar blijven we wel heel scherp op. Je moet de lat niet te laag leggen, vind ik, als het om filosoferen gaat. Want er waren best wel ingewikkelde kwesties soms in deze aflevering. En denk je dat alle kinderen dat gaan begrijpen? Nee, dat gaan niet alle kinderen begrijpen, maar dat is ook niet zo erg. Je kan niet iedereen behagen met een programma. En dit is voor kinderen die het leuk vinden om te denken. En misschien blijven er toch een paar plakken die denken, ik blijf even zitten. Vond je alles te begrijpen? Ja, want ze zeiden aan het begin zo van, dit is een beetje een pittige aflevering. Alleen toen ik ernaar keek, dacht ik eigenlijk, dat kan ik eigenlijk best makkelijk volgen.